Hoi, leuk dat je kijkt naar mijn video. Mijn naam is Tede en wij zijn vandaag op onze moestuin. En we gaan de paprika's, pepers en deze enorme tomaten gaan we uitplanten. En ik heb vandaag een cameraman, dat is Chase. Die gaat filmen. Oh, dat is wel erg close-up. Ik denk niet dat mensen dat willen zien. Even. Allemaal getopt. Ze krijgen allemaal mooie zijscheutjes. En dat worden allemaal nieuwe takken. Voor extra veel paprika's hopen we. Deze al gefilmd. Rustig filmen. Wat doe ik? Oké. Je weet waar je moet planten? Denk ik. Een gat graven. Dus. Op deze plek. Ja, waar het potje staat, mag je een gat graven. Maar dadelijk het plantje. Ja. Dat is het potje erin past. Zo? Ietsjes dieper. Okay. Zo? Ja, denk het. Zo. Zo. Maar we gaan hem toch niet met potje en al in de grond begraven. Nee, dat was het. Weet je nog hoe het moest? Nee. Doe je het zo? Dan haal je even het keitje eruit. Even die eruit. Leg je even neer. Dan neem je je plantje. Doe je vingers zo. Ja, doe het zo kop. En dan knijpen. Potje. Hoppata, kijk, daar heb je je plantje. Plantje, zo gaan we begraven. Iets anders wat ik bij de paprika's in het bed heb gezet zijn ananaskers. Die hebben we vorig jaar voor het eerst gehad op de moestuin. En dat was toen een gekocht plantje, één plantje. En ik was daar echt groot fan van. Lekkere vruchtjes. Dus ik heb dit jaar zelf gezaaid. Planten geven best wel een grote oogst. En de vruchtjes kan je vrij lang bewaren. Dus dat is ook wel fijn. Ik heb ze echt tot ver in de herfst nog in de koelkast kunnen bewaren. Dus dat was fijn. Dus dit jaar 4 plantjes bij de paprika's in het bed. Goed, mijn cameraman heeft me verlaten. Dus jullie moeten het met mij alleen stellen. Ik ga de kleine tomaatjes in de kast zetten en de grote tomaten die komen buiten. Ik doe een beetje lavameel in het gat en ik haal de onderste bladeren van de tomatenplanten weg. Zodat ze vanaf de stam weer wortels kunnen groeien. Ik heb het in vorige video's ook gezegd, tomaten kunnen vanaf de stam wortels groeien. En dit is best wel een goed wortelgestel, maar ze moeten wel dringend naar buiten. Ik heb mijn planten de afgelopen dagen een beetje laten uitdrogen, zodat ik niet met een hele natte auto zit. Dus ze krijgen per plantgat krijgen ze water en daarnaast heb ik de hele bak later nog water gegeven. En ik ga, om wat meer vocht in de grond te houden, mulchen met smeerwortel. Die plant is namelijk een beetje krankzinnig aan het doen, dus die heb ik een heel eind weggeknipt. En daar gaat straks de mulch op. En later zal ik nog deze bak verder aanvullen op het moment dat de planten wat groter gegroeid zijn.
verder aanvullen met compost. Want je kan zien, mijn bakken zijn niet helemaal vol. En dat is een beetje dat ik me heel erg vergist heb in hoeveel compost we moesten bestellen. Toen er via de vereniging compost besteld kon worden. Dus ik had gewoon te weinig. Dus sommige bakken moeten aangevuld worden. Maar dat ga ik doen op het moment dat de planten aan het groeien zijn. Dan kan er weer een mooie laag compost op. Dat is voor de planten dan weer een mooie voeding. En dan zijn de bakken ook gewoon weer mooi opgevuld. Dus vorig jaar is hier aan het eind van het seizoen een paar zakken substraat van de oesterzwammen opgegaan. Dat heb ik in een eerdere video ook al uitgelegd. En deze bak zat echt helemaal bomvol met wormen. Dus die zijn waarschijnlijk al de hele winter of het hele voorjaar lekker bezig geweest om de boel te bemesten. Dus ik heb goede hoop hiervoor. En als er dan straks ook nog een mooie laag compost op kan, dan is het helemaal top. Gaan we hier ook even wat sneller, want dan duurt de video niet ellenlang. Tomatenplanten, je kan dus makkelijk het onderste blad eraf halen. Heb je enorme grote planten, daar gaan we zo naartoe. Neem dan gerust wat meer blad weg. Zorg wel dat er natuurlijk altijd wat blad aan je plant blijft groeien. Maar neem gerust wat meer blad weg. Daar kunnen de planten prima tegen. Zoals gezegd, ze groeien vanaf de stam ook weer wortels. Dus dan krijg je een mooi groot wortelgestel. En dat zorgt ervoor dat ze weer meer voeding en vocht op kunnen nemen. En dat is alleen maar goed. Hier de mulch. En dan is dit het eindresultaat. De tomatenplanten zie je bijna niet meer door de smeerwortel. Maar ze staan er wel. En ik was vergeten om twee planten mee te nemen. Dus die ga ik van de week nog uitplanten. En dan ga ik hier de enorme tomatenplanten buiten uitplanten. Deze plant heeft ook echt wel dorst. Die staat behoorlijk droog. Ik kreeg hem ook niet heel makkelijk uit zijn pot. Ik haal hier weer het onderste blad weg. Ik heb al een groot gat gemaakt waar de plant in kan komen te staan. En ook hier ga ik later weer wat extra compost bij doen. Op het moment dat we weer wat verder in het seizoen zijn. En het gewoon weer tijd is voor wat extra voedingsstoffen. Ook op deze bak is de substraat gegaan van de oesterzwammen. Dus ik vind het echt een ideaal iets. Als je eraan kan komen, haal het op. Want ik vind het echt ideaal. Ik hou hier iets meer blad weg, omdat het blad toch nog de grond raakte. En dat probeer je te voorkomen bij tomatenplanten, dat het blad de grond raakt. En je ziet hier dat ik ook nog één blad heb wat de grond raakt. En dat haal ik strakjes ook nog weg. Want ja, dat probeer je dus echt te voorkomen dat die planten vocht vanaf de aarde op het blad krijgen. En dan zit deze in de grond. Ik had een klein stukje van het wortelgestel eraf. Dat gebeurt als je grond een beetje te droog is. Dan kan dat makkelijk gebeuren met ze uit de pot halen. Dus ik had ze eigenlijk heel even moeten laten weken. Maar goed, we hadden zoveel planten mee dat ik gewoon maar snel ben gaan planten. Hier haal ik nog een stukje blad weg. En dan staat die tomaat ook. Dan, als alle tomaten in de grond staan, doe ik ze nog even opbinden tegen bamboestokken. Wij gebruiken eigenlijk altijd bamboestokken daarvoor. Misschien dat ik dit jaar in de kast tomatenspiralen ga gebruiken. En een touwtje, bind ze niet te strak op. De stam moet nog wel kunnen groeien, maar ze hebben wel die ondersteuning nodig. En als snack hadden we crackertjes met tomatenjam van vorig jaar mee. En dat recept kan je vinden op mijn website. En dan is dit even een overzichtje onder het net staande koolplantjes. Ik had hier gezaaid, maar ik denk dat ik nog een keer ga zaaien. De paprika's, de ananaskers staat hier. Er komt nog wat lobelia tussen als de planten wat groter zijn. De tomaten, enorme tomaten, allemaal opgebonden tegen stokken. Achterin staat nog knoflook, de aardappelen. En ik heb aan de voorkant van de bogen heb ik nog wat aubergine gezet. En op de bogen groeien de loeva's. En dan hebben we op de kleine tuin hier nog wat peperplantjes uitgeplant. En dat was hem dan al. Vond je deze video leuk? Geef me dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal. Wens ik je voor nu een hele mooie en een hele fijne dag. Doei doei!